Hey! Oh, sick. Welkom bij Word ik er geil van, het programma waarin wij van alles uittesten. Om te kijken hoe er geil van worden. Nou, en ook vooral hoe je er geil van wordt. En daarvoor gaan Emma en ik tot het gaatje! Maar eerst gaan we naar de gast. Kom gezellig mee. Hey, wie ben je en waar word je geil van? Ik ben Buzz Lightyear en ik word geil van Electroplay. Oh nee. Dat is mijn god. Nee, ik wil dit niet. Electroplay? Leg dat eens uit. In dit geval e-stim. Het stimuleren van je zenuwen met een kastje voor genot. Vooral stimuleren van zenuwen in de erogene zones. Oeh. Jij bent onherkenbaar. Ja. Geblurred, zoals wij dat noemen in tv-taal. Dat is beter voor mijn werk. Duidelijk. Ik heb één angst, hè, en dat is elektriciteit. Schat, ik weet het. Ja. We waren bij die rog. Oh, ja. Rog. Daar ga ik nu. Nu ga ik echt. Ja, oké. Okay. 3, 2, 1, holla die jee. Ik heb nog geen één keer aangeraakt ook. Dat duurde 3 uur, dat dus het worden hele lange opnames vandaag. Maar je komt dan klaar door de stimulatie van elektriciteit bij je pik. Ja. Oh, wacht, als ik iets meer zo... Oh, wacht, ik voel dit ineens in mijn eikel. Oh. En wat zijn nou een beetje de dingen waar je echt rekening mee moet houden? Je moet het altijd onder de gordel doen. Als je hartklachten hebt, kan je dit beter niet doen. Joh. Oké, okay. En waarom onder de gordel? Omdat je dan het minste risico loopt dat je stroom door je hart heen stuurt. En hoe kunnen we nou zoiets opbouwen? Je kan beginnen bij jezelf met je onderarm stimuleren om te kijken hoe het voelt. Dan kun je je erogene zone stimuleren. En uiteindelijk kun je het bij iemand anders gaan doen. En we gaan nu naar 60! Nee! Dankjewel voor je verhaal. Ja. Graag gedaan. En laat je weten hoe het was. Oh, kut. Zit je nou naar mijn tieten te kijken? Wat zit je mij nou te cancelen, man? Ik kijk je gewoon in je ogen aan. Idioot. Waar kan ik überhaupt naar kijken? Wat een ongelofelijke dis! Onze geilaards gaan beginnen met de test. Aan het eind maken ze de balans op en rolt er een score uit tussen de 0 en 10. Allereerst zijn er 5 meetbare punten. Verandert je hartslag? Ga je zweten? Word je stijf of nat? Gebeurt er iets met je ademhaling? En word je rood? Maar geiligheid zit vooral tussen je oren. Dus de laatste 5 punten geven onze geilologen aan de hand van hun eigen mening. 5 punten als ze verliefd zijn op het idee en 0 punten voor... Nou ja, dat begrijpen we wel. Laat de test beginnen. De pets. De pets. 1, 2... Nou, we zitten aangelijnd. Ja, we zitten aangelijnd. Helemaal klaar. Het neuken kan beginnen. Ach, moet ik zo nodig een scheet laten? Dat komt echt van de angst. Dat mag je gewoon doen, hè. Ah! Dat was echt een babyscheet. Zo gespannen ben ik dus. Dat zitten we onhandig. Kunnen we niet draaien? Laten we omdraaien. 3, 2, 1... 5%. Nee. Jij? 15. Oh, nu voel ik een klein beetje te kietelen. Ik voel een soort puls. 25. 30? 35. Oh, kijk, ja, nu ja. Komt de pul. Oh, kijk mijn vinger. Kijk mijn duim. Kijk mijn vinger. Wow. Vind je het lekker? Ik vind dit niet vervelend. Het doet geen pijn. Maar laten we het op een erogene zone doen, want ik denk dat dat anders is. Ja, ik vind dit een fijne plek. Daarom ja, wil ik ook. Daar. Maar doe jij dat toch ook? Ja. Mag ik kijken hoe jij hem hebt? Daar en daar. Jij doet hem aan 2 verschillende benen. Oh nee. Dan ging die gewoon door mijn lul heen eigenlijk. Oh, wat ben ik blij dat je dit zegt. Jezus. Zullen we beginnen een beetje bij 15? Ja. Nee, dit voel ik niet. Ik voel even het 20? Niet. 25. Ja, dan begint het te kietelen. 30. Oh ja. Oh ja, daar is hij. Ja, ja. Oh. Hup, doe hem naar 35. Oh. Ik heb al een 35, hoor. Oh, dat... Ik vind dit wel chill. Zullen we nog iets hoger? Nog ietsje. 40? Ja. Oh. Nu voel je ook dit. Even eerlijk, Jurre. Ik zou dit wel, zeg maar, dit gevoel zou ik wel bij mijn vagina willen, zeg maar. Dit maakt me wel nieuwsgierig. Exact. Oké, we nemen even een minuutje voor onszelf. Gaan dan even de boel goed plakken. En dan komen we bij jullie terug. A few moments later. Ik heb ze hier zo geplakt, zo in mijn lies en...
Dan zo een beetje zo over mijn... Van binnen? Ja. Over je buitenste schaamlippen? Ja. Oké, ik heb er één zo tussen mijn balzak en mijn anus, op dat stukje. Perineum. En één zeg maar op de schacht van mijn lul, dus aan de onderkant. Maar ik vind het echt heel spannend dit. Oh, ik vind het spannend, maar ik heb er ook wel een beetje zin in. Ja. Oké, laten we gewoon met één beginnen. Voel je iets? Nee. Laten we naar 10. 6, 11, 12, 13, 14, 15. Het idee dat ik nu met elektrische strips op mijn piemel zit en op mijn balzak. Even 20. Ja, jij gaat je schiet geluid. Je zegt beginnen bij 1. Maar ik voel helemaal niks. Misschien heb ik gewoon een hele dikke zak. 24, 25. Waarom voel ik niks? Ik ben bang dat ik het ineens straks voel. 32, 33. Ik. Nu voel... komt er iets. Wat? Ja, ik voel hem, de ja, puls. Ja, nu voel ik ook de puls. Ja, nu voel ik iets. Volgens mij word ik echt heel erg nat. Ja? Ja, of ik moet plassen, ik weet niet. Er gebeurt wel iets. Oh, hoe wacht. Voel jij als je... ik iets meer zo... Oh, wacht. Ik voel dit ineens in mijn eikel. Oh, maar is dat niet goed? Oh, nee. Dat vond ik echt heel a-relaxed. Wacht, ik ga even iets naar achter. Oh, ineens voelde ik zo'n scheut in mijn eikel. Maar dat vind ik echt niet chill. Worden? Nee. Wacht, zullen we nog iets erbij? Oh, ik ben zo bang dat ik weer zo'n scheut in mijn eikel krijg. 39, 40. Wacht even, wennen aan dit. Wacht even. Holy shit. Mijn perineum is lekker. Ja. Ik wil dit mee naar huis. Wacht, even ervaren. Ik zit helemaal onder die blauwe pluis, want ik zweet als een otter. 41, 42. Ah! 44. Ah, niet meer! Even hiervan genieten. Oh, ik voel het echt in mijn hele zak nu. Dit is wel echt oprecht lekker hoor. Ik had niet verwacht dat dit zo'n chill gevoel zou zijn. Bij elektriciteit denk je aan iets heel kuts. Maar dit is gewoon, dit is echt een lekkere stimulans. Ik wil wel even kijken hoe het is op 50%. En dan kunnen we zeggen dat we halverwege zijn gekomen. Of zou ik dat bij jou doen? De laatste 5%. Ja, 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 ja. Ga jij maar even liggen. Oké. Hey, lieve mensen. Ik ga nu even de laatste fase bij Emma doen. Daar gaan we. 46. Zeg maar, mag ik meer koning Jurre? Jezus. Zeg maar. Mag ik meer koning Jurre? Ja, tuurlijk. Godverdamme. En we gaan naar 49. Oh. Yeah. Nu voel ik het wel echt. En vind je het meer lekker dat ik het nu doe? Nou, dat is wel een toevoeging. Ja? Ja. Dat je zelf geen controle hebt? Ja, ja. Ik denk dat dat een toevoeging is. Want je hebt ook geen controle, want we gaan nu naar de 50. Nee! Oké, er verandert weinig. En we gaan nu naar de 60. Nee! Nee! Dat is ook wel eng eigenlijk, hè? Want als ik in een gekke bui was geweest, had ik het zo kunnen doen. Ja, maar dat is ook, denk ik, wat het geil kan maken. Nee, zie je hoe ik erbij zit. Ja, schatje. Nee. Daar gaan we. Ik wil niet dat je me aankijkt. Nee, wacht! Nee, auw! Nee, even terug! Want die op mijn lul, die vind ik echt heel a-relaxed. Oké. Okay. Ik wil niet hoger, stop. 42. Nee! Hallo, ik geef hij aan Hij staat ik... op 42. Oh ja, oh, ik dacht dat je toch hoog ging. Nee. Klaar ermee. Zo. Oh, even ademen. We did it. Yeah, baby! Woehoe! Gaan we die dingen nu verkopen? Ja. Wie niet? De vraag der vragen. Werden we hier nou geil van? Op lichamelijke basis, als we kijken naar hartslag? Ja. Zeker, ook bij mij. Ademhaling? Nee. Bij mij ook een nee. Zweten? Ja. Ik ook. Rooie wangen? Nee. Ja. En dan nog nat of stijf? Ik ben niet stijf geworden. En ik ben niet nat geworden. Dan nu nog de laatste 5. Hoe delen we die in? Kijk, persoonlijk vond ik dit een hele leuke ervaring. En ik vond het vooral leuk toen jij het knopje ging bedienen. Dus hoeveel van de 5 punten geef jij het? Ik geef het er 4. Zo! Een 7 voor mij. Maar wat is het voor jou? Ik ga zeker niet te zuinig doen. Ik vond het fantastisch. 5 punten. Oh! Dat meen je niet, 5? Ja, het is dat ik er niet 6 kan geven, anders dan had ik het gedaan. En misschien is het ook gewoon die 6 punten, omdat het was altijd mijn angst, hè, dit, elektriciteit. Mm-hmm. En nu gewoon in deze fijne mate vond ik het gewoon lekker. Jij bent ook helemaal aan. Ja! Dus, worden we er geil van? Ja.